Martin Meiland lijkt weinig onder de indruk van de kritiek die hem ten deel valt van Angela de Jong. Met een opgetrokken wenkbrauw reageert hij op haar woorden, neem eens een glas rosé in plaats van azijn. De discussie draait om het nieuwe programma Chateau Meiland Vips, waarin elke week twee BN'ers te gast zijn in pension code rosé. Angela de Jong uitte haar ongenoegen over het programma in een interview met RTL Boulevard. Ze beschrijft het als het zoveelste voorspelbare programma van de Meilandjes. Volgens haar is het een herhaling van Zette, waarbij de formule van de familie Meiland uitgemolken wordt. Ze bekritiseert het feit dat het slechts draait om twee BN'ers die mogen ervaren hoe het is om 24 uur met de Meilandjes door te brengen, om vervolgens lyrisch te zijn over hun warmte en gezelligheid. Angela laat geen Spaan heel van het concept en noemt het vooral veel van hetzelfde. Ze wijst op eerdere programma's waarin de Meilandjes te zien waren terwijl ze aan het verbouwen waren of in hun pension vertoefden. Nu. Met de toevoeging van twee bekende Nederlanders blijft volgens haar de essentie onveranderd. Martien Meiland die luidkeels zijn aanwezigheid laat gelden. Hoe reageert Martien op deze kritiek? Met een knipoog sneert hij, Angela de Jong is bijna altijd negatief, maar dat geeft niet hoor. Hij lijkt de kritiek luchtig op te vatten en suggereert dat Angela beter een glas rosé kan nemen in plaats van een fles azijn. Een typerende reactie van de flamboyante televisiepersoonlijkheid, die bekend staat om zijn kleurrijke karakter en scherpe tong. De discussie tussen Martien Meiland en Angela de Jong lijkt daarmee nog niet ten einde. Terwijl de zijn programma verdedigt als vermakelijk en authentiek, blijft de ander kritisch en benadrukt de voorspelbaarheid. De vraag blijft of deze oneenigheid de kijkcijfers van Chateau Meiland-Vips zal beïnvloeden of dat het juist voor extra publiciteit zal zorgen. Hoe dan ook, het lijkt erop dat de Meilandjes en Angela de Jong voorlopig nog wel in de schijnwerpers zullen staan.